Goedemorgen lieve mensen. Wat fijn om jullie allemaal weer te zien hier in Elim. In Heerenveen. Ik hoop dat het goed gaat met jullie. En de vorige keer stel ik ook die vraag en toen vroeg ik ook van nou zijn er mensen voor wie je kan bidden. Toen was Priscilla, je hebt toen aangegeven van wil je voor me bidden. Ik heb vaak last van, ontstekingen in mijn mond vertelde je toen. Hoe is het nu Priscilla? Je hebt er geen last meer van? Ja, ze hebben ook kunnen vinden. Dus, Oké. Ja. Nou, dan kunnen we straks toch God bedanken, toch? Ja, mooi. Ja. Super, fijn. En Ian, is Ian ook vanmorgen aanwezig? Wat zei hij? Hij is in het buitenland. Hij is in het buitenland. Oh, maar vorige keer zat hij voor. Hij moest wat dingen inleveren voor zijn opleiding. Daar zat hij een beetje in de stress over. Dus is gelukt. Yes. Mooi. Hartstikke goed. En Mink of Hink. Ik was even. Thuis school is het dan Mink of Hinken? Ja, Minken. Minken, ja, Minken. Hoe is het met Minken? Nou, niet zo heel. Niet zo heel, want ze moest geopereerd worden, vertelde ze. Veel pijn op dit moment. maar daar heeft ze controle voor gehad, alles was al goed. Ja. Maar ze heeft een operatie gehad en ze moet herstellen. Ja. Ah, dat zou heel mooi zijn. Ik zal het heel kort herhalen, want anders denken mensen ook weer via livestream van waar gaat het eigenlijk over. Maar Mink is inderdaad, ze is geopereerd, maar heeft veel pijn nog. Het gaat nog niet heel super, maar volgende week hoopt ze hier weer te zijn. Heb ik het zo goed samengevat? Ja, mooi. Nou, dus toch fijn om te horen allemaal. En dat stimuleert mij ook weer om te blijven bidden, ook voor jullie. En dat God daarin zijn werk verder kan doen. Prachtig. Ook dank voor de prachtige zangleiding. De zangdienst, heel mooi gezongen, super, ja, heel fijn. En het ging veel over de schepping. En ik was gisteren nog in de dierentuin in Blijdorp, in Rotterdam. We hadden daar een familiedag met de familie van mijn vrouws kant. En dat was al de derde dierentuin eigenlijk in een paar maanden tijd. Dat komt mij ook maar zo in één keer, allemaal dierentuinen. Maar elke keer als ik al die dieren zie, de vissen en de vogels, ik denk, wauw, heer, wat heb je dat allemaal mooi gemaakt. Ik kan daar enorm van genieten. Diversiteit en alle kleuren en geur, ja, dan heb ik toch weer moeite om te zeggen van beste mensen die nog geloven in een soort macro-evolutietheorie, denk ik, nee, dat gaat toch bij mij echt niet in. Nee. Er is wel evolutie, tuurlijk, dat zie ik ook wel, ik zie dat meer als mini-evolutie, gewoon dat een hond ergens weer afstand van een wolf en dat soort dingen allemaal, nou prima, dat geloof ik ook wel. Maar zo uniek wat God hier op deze aarde heeft neergezet, niet alleen op de aarde, ook de sterren van de hemel en noem alles maar op. Ik denk, ja heren, dat is toch echt uw werk. En daar hebben we vanochtend ook van gezongen. Psalm 8 kwam nog even voorbij. Heerlijk. Maar vanmorgen neem ik u mee in een ander gedeelte. En ik weet niet of het muur al zo komt. Af en toe mag ik op het schermpje kijken daar. En kan iemand trouwens nog een bekertje water voor mij halen? Ik zie dat ik geen water hier heb en ik vind het wel lekker om af en toe te drinken. Ja, daar staat hij al. Een bekende tekst uit het Onze Vader. En we hadden laatst een voorganger bij ons in de gemeente in de Westerrijn, heel op zijn Fries gezegd. En die sprak over het Onze Vader. En hij stipte heel kort dit vers aan. En dat, ik hoefde toevallig op die dag zelf niet te spreken. Dat vind ik ook heerlijk. Dat is ook goed hoor, ook gezond, dat je als voorganger ook even onder het gehoor bent van een andere voorganger. Dat doet mij altijd ontzettend goed. En hij stipte even dit vers aan, hij noemde even een paar dingen, dat triggerde mij. Ik denk, hey, dat is heel mooi om dat eens even uit te diepen. Dat heb ik gedaan en vanmorgen krijgen jullie daar de vrucht van, om zo even te zeggen, van het uitdiepen van dit gedeelte. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En, kijk, heerlijk. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Mooi. En als inleiding ga ik met jullie dan ook het Onze Vader lezen. En ik lees er als tweede gedeelte bij, het bekende gedeelte uit Matteüs hoofdstuk 18. Beide uit Matteüs, dus als u Matteüs er even bij kunt pakken. En nu krijg je vanmorgen best wel in sneltreinvaart ook allerlei teksten te zien. Ik heb ze gewoon even voor u opgezocht en u krijgt ze op de beamer te zien die hierover gaan. En ik hoop dat het net zo verrijkend en verfrissend is voor u als het voor mij was in de voorbereiding van deze prediking. Nou, Matteüs hoofdstuk 6, daar vindt u het Onze Vader in. En ik lees, komt Onze Vader met u mee. En dan springen we naar hoofdstuk
18 en later, ja, mooi, twee dia's staat al voor. Super, ja, top. En dan reageert Jezus eigenlijk op een vraag van hoe moet je bidden. Tenminste, dat zien we ook op andere gedeeltes in het evangelie. Bid u dan zo, en ik lees uit de Herziene Statenvertaling, maar dat bent u van mij wel gewend. Bid u dan zo, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Want als u de mensen hun overtredingen niet, vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Nou, dan springen we even naar het hele bekende verhaal bij Mattheüs hoofdstuk 18. Dat gaat over de onbarmhartige knecht. Ik lees hem vanmorgen voor. Ik ga dat gedeelte niet helemaal behandelen, omdat de hoofdlijn best wel helder is. Maar toch lees ik het voor om er even een beetje in te komen. Toen kwam Petrus naar hem, dat is Jezus toe, vers 21, dus Mattheüs 18, vers 21. En zei, Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe. Ja, dan is de maat echt wel vol, toch? Dan zijn wij er wel klaar mee. Jezus zei tegen hem, ik zeg u niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. Dat is een enorm bedrag. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had. En dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei, Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan, die hem 100 penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei, betaal mij wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem, slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Nou, ja, dat is nogal wat. Dat is nogal wat. Hier staat nogal wat. En als ik dan kijk naar ons hoofdtekst, we laten de volgende dier maar zien. Als we dan kijken naar onze hoofdtekst, hè, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, dan roept dat best wel vragen op. En dat weet ik ook in de kerkgeschiedenis heeft het ook wel aanleiding gegeven tot best wel wat meningsverschil, want hoe moet je dit nou zien? En kun je dat als christen, kun je dit überhaupt zo bidden? Als heidens christen, om het maar even zo te zeggen. En waarom komt die vraag boven borden? Nou, sommigen die zeggen van ja, de Heer heeft ons helemaal vergeven. Wij zijn wedergeboren, we zijn verlost, we zijn een nieuw schepsel geworden. De oude mens is gedood, de oude mens is gestorven en begraven met Christus in de doop en met hem opgestaan in een nieuw leven.
En als jij nieuw bent geworden, als jij een nieuwe mens bent geworden, ja, dan moet je niet steeds bij God aankomen van Heer, wilt u mij nog vergeven voor alles wat ik in mijn oude mens als het ware nog gedaan heb. Want je bent gestorven, je bent dood. Dus je hoeft God niet meer te bidden om vergeving. Dus zeggen zij dan, dit gebed in het Onze Vader is niet voor de christenen die uit de heidenen zijn gekomen. Nou ja, dat is wel een lastig ding. Dat is een ingewikkelde ding. Theologisch is dat een hele lastige ding, om het zo te zeggen. De tweede vraag is, die boven komt borrelen, is van ja, Jezus zegt in dit gedeelte, het Onze Vader niet, en vergeef ons onze zonden, zoals wij ook de zonden vergeven van onze medemensen, om het zo maar even te zeggen, of onze naasten. Nee, Jezus spreekt hier over schulden. Vergeef ons onze schuld, onze schulden. Zoals wij ook vergeven onze schuldenaren. Dus andere mensen kunnen dus een schuldenaar zijn ten opzichte van jou. Maar om wat voor schulden gaat het dan eigenlijk? En waarom gebruikt Jezus dat woord? Waarom zegt hij niet gewoon zonden hier? Ja, verderop wordt wel over zonden gesproken, of over overtredingen en dat soort dingen. Maar hier, in het Onze Vader, wordt echt gesproken over schulden. Maar wat is dat dan precies? En wat voor schuld zou ik nog kunnen hebben dan als wedergeboren christen ten opzichte van God? Is dat, heb ik nog een schuld dan? Of kan ik schuldig worden dan? Of hoe zit dat precies? En ook pastoraal ligt het nou wel wat ingewikkeld. Want ja, hier wordt wel gezegd dat als jij je schuldenaren niet vergeeft, dat is ook wat verderop in na het Onze Vader even wordt genoemd, ja, dan loop je wel het risico dat God jou niet gaat vergeven. Dat zien we eigenlijk ook terug in het gedeelte wat we net hebben gelezen in Matteüs hoofdstuk 18. Over die koning die slaven had en die ene slaaf had een gigantische schuld, dat wordt hem vergeven. En vervolgens gaat hij naar een andere slaaf toe en die pakt hem als het ware beet. Ja, als het plaatje van, en jij moet betalen. Ja, dat klopt niet. En die koning in de gelijkenis van Jezus wordt uiteindelijk ook boos, geeft die man over aan de pijnigers, totdat de laatste cent betaald is. Ja, dat is nogal wat. Oeh, gaat God dan zo met mij om? Dus als ik iemands schulden niet vergeef, stel dat, ja, is het dan dat God mij als het ware in de gevangenis zet en net zolang mij daar vasthoudt, zeg maar, en mij overgeeft aan de folteraars, de pijnigers, totdat ik zelf mijn laatste schuld die ik ten opzichte van God had, heb betaald. Maar kan ik dat überhaupt? Kan ik überhaupt die hele schuld betalen? Ik ben toch vergeven, het is toch klaar? Maar u ziet wel, dat zijn ingewikkelde dingen. Dat zijn best lastige vragen. En ik weet ook vanuit pastoraat dat als je het al hebt over schulden en schuldenaren, ja, dan zeggen mensen heel vaak ook in het pastoraat van, ik voel me al heel vaak schuldig, want dat vind ik een rot gevoel. Ik voel me zo vaak schuldig dat ik niet voldoe. Dat ik niet in staat ben, zeg maar, om een goede man of een goede vrouw te zijn voor mijn partner. Of een goede vader of een goede moeder te zijn. Of een goede collega of een goede leraar. Of nou, vul het maar in, maakt niet uit. Ik voel me zo vaak schuldig omdat ik iets stoms heb gedaan. Of niet in staat ben sociaal goed met anderen om te gaan. Nou ja, verzin het maar. Hè? Er zijn allerlei dingen die kunnen spelen waardoor mensen zich schuldig voelen. Er zijn heel veel mensen die gaan gebukt onder een diep schuldgevoel. Dus die zeggen ook in het pastoraat, bij wijze van spreken, kom niet aan met nog meer schuld. Want dat kan ik niet dragen. Ik heb al genoeg schuldgevoel. Alsjeblieft, niet meer. En ik weet niet hoe het u vergaat als u vanmorgen hier ook zit, of de luisteraars thuis. Ja, dat je denkt van, oh, nou moeten we dus weer vergeven. We moeten dat doen. En als ik dat niet doe, nou ja, dan hang ik. En ik heb al moeite om te vergeven. En is God niet boos op mij dan? Maar als er een trauma jou is aangedaan, iets heel ernstig jou is aangedaan, en misschien heb je nog wel een worsteling in jezelf om de ander daarin te vergeven, omdat het zo pijnlijk is geweest. En hoe kijkt God dan nu tegen jou? Is hij boos op jou? Of zit hij jou vast? Of ja, verzin het maar. Dus kortom, dit is een hele mooie tekst in het Onze Vader, maar hij roept ook best wel wat vragen op als je daar goed over gaat nadenken. En hoe zit het dan? Met schulden, en laat de volgende hier maar zien. Met schulden, schuldig zijn, schuldenaar. En ik ga met u een aantal teksten gewoon eens wat opzoeken. En dat is verhelderend. Het is verhelderend om die teksten eens op te zoeken. En ik heb gewoon dat woord opgezocht in het Grieks.
Dus als je het onze vader hebt, en daar wordt gesproken over vergeef ons onze schulden, en ik heb opgezocht schuldenaren, nou, dat zijn Griekse woorden, en dan ga ik gewoon in dit geval heb ik me even beperkt tot het Nieuwe Testament vanmorgen, want het is geen Bijbelstudie, het moet toch een beetje nog een preek blijven. Maar ik heb vanmorgen dus een aantal teksten, niet allemaal, dat is te veel qua tijd, ik heb gewoon die teksten uit Grieks opgezocht, en dan gaan we vanmorgen eens even naar kijken met elkaar. En we hopen dat we daardoor een beter beeld krijgen hoe we hiermee zouden kunnen omgaan. En de eerste die ik met jullie laat zien, ik weet niet of het jullie, ook de mensen achterin, is het te lezen, zijn de letters groot genoeg, lukt dat? Ja, ja, hè? Ja, duimpje omhoog, mooi, dan ga ik ernaar dat het goed is. Dan zegt Paulus in de Romeinenbrief, en dan heeft hij het over onder andere de wet en andere zaken, en dan zegt hij, wees elkaar niets schuldig, zegt hij dan, hetzelfde woord. Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Liefde berokkent de naaste geen kwaad. Dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. En Paulus gebruikt dus nu het woord van schuldig. We zijn dus schuldig, zegt hij. We zijn schuldig om elkaar lief te hebben. Dus dat betekent, als wij dat toepassen, onze beden in het Onze Vader, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En je zou hem nu toepassen op, maar dat betekent dus onder andere het liefhebben van elkaar. Dan kan het dus zijn dat iemand anders jou niet heeft lief gehad, zeg maar, met de liefde van God. En daar tekort is geschoten. Het is als het ware een schuld die de ander heeft ten opzichte van jou. Nou, dat komt misschien best wel vaak voor. Dat de ander jou niet zo lief heeft gehad zoals God dat in feite heeft bedoeld. Nou, ik ben bang dat dat in elke kerk wel voorkomt. En als het bij u niet zo is, dat kan, maar vanmorgen ben ik in uw midden en ik schiet daarin tekort. Dus ja, dan gaat u al. Ja? Want Paulus leert dat wij een schuld hebben, we zijn verschuldigd, zegt hij, om elkaar zo lief te hebben zoals God het heeft bedoeld en daarmee vervul je de wet. En de wet is heilig en de wet is Gods woord en de wet is bedoeld om te laten zien hoe God het bedoeld heeft dat wij zouden leven in gemeenschap met hem en in gemeenschap met elkaar. Dus de vraag is, hoeveel liefde betonen wij elkaar? Hebben wij elkaar echt lief? En als dat niet zo is, dan sta ik als het ware in de schuld bij een ander. En dan zegt het onze Vader dat je wordt opgeroepen, vergeef elkaar schulden. Maar eigenlijk zegt Jezus niet en vergeef de schulden, maar vergeef de schuldenaren. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, heren, wilt u zo mij vergeven? Want het doet pijn, het doet verdriet op het moment dat je merkt dat je broeder of zuster, maar ook de mensen daarbuiten net zo goed, jou niet die liefde geven waar je eigenlijk zo ontzettend veel behoefte aan hebt. Want dat is het, hè. We hebben in ons hart een diep verlangen naar liefde, naar erkenning, naar aandacht, naar betrokkenheid. Dat is iets wat heel diep in ons hart zit. En zeker als jij komt uit een beschadigd gezin, als jij komt uit een gebroken gezin, of jij hebt nare dingen meegemaakt in je jeugd, dan schreeuwt je hart eigenlijk om liefde, om erkenning, om betrokkenheid. Maar je weet niet goed hoe je dat moet ontvangen, je weet niet goed hoe dat werkt en hoe dat dan gaat. En wat je dan vaak ziet, is dat zich dat uiten bij kinderen bijvoorbeeld in heel negatief gedrag. Dat zou bijvoorbeeld kunnen. Als je voor de klas staat, in het onderwijs werkt, dan weet je hoe dat kan werken. En dan kun je zeggen, ja, dat is een vervelend rotkind, om het maar even zo te zeggen. Ik zeg dat heel cru, hè. Maar er zit vaak iets onder, namelijk een gebrek aan liefde, aan erkenning, aan geborgenheid, een hand om het schouder, een aai over de bol, gewoon dat jij er mag zijn. Dat zit eronder. En wij allemaal, zoals we hier vanmorgen denk ik zitten, hebben op een of andere manier daar enorme behoefte aan, maar we weten vaak niet goed om dat te uiten, gewoon te zeggen dat je daar die behoefte aan hebt. We weten ook niet goed hoe we dat moeten doen en we zijn vaak hopeloos op zoek naar erkenning en bevestiging. En hopen dat de ander jou ziet
En jouw credits geeft, zeg maar, voor wat je gedaan hebt. Dat is heel lastig, dat is heel vervelend. Ook in gesprekken, in relaties, is dat heel lastig als daar eigenlijk een diepe laag onder zit. En als die niet wordt geraakt, als die niet wordt benoemd, dan kunnen we heel veel hebben over inhoud en rationele dingen. Maar er zit een hele diepe laag zit daaronder. En Paulus zegt, we zijn schuldig om elkaar lief te hebben. De gemeente is de plek waarin we dat moeten leren. Om elkaar echt van harte lief te hebben met de liefde van God. En hoe ziet die liefde dan uit? Laat het volgende keer maar even zien. Nou, een bekend plaatje, 1 Korinthe 13. Afgelopen vrijdagmiddag mocht ik er nog over spreken tijdens een bruiloft. Dan zegt Paulus, de liefde is geduldig, zegt hij. En vol goedheid. De liefde kent geen afgunst. Geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof, niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Maar ze verheugt zich. En ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. Ah, dat is wel heel mooi. En als je dan beseft dat als je goed telt in het Hebreeuws, in het Grieks hier, dan noemt Paulus 15 van dit soort omschrijvingen van de liefde. En als een orthodoxe Jood dit zou lezen, zegt hij, hey, dat zijn 15? Oh, zegt een Jood dan. 15, dat weet ik wel, maar dat is de getalswaarde van de verkorte naam van de Heer. Yahweh, het eerste woordje ja, hebben we vanmorgen ook vaak gezongen, halleluja. En het prijs, de Heer. Ja is de verkorte vorm van Yahweh. Maar ja is 15. Dus als Paulus hier 15 omschrijvingen geeft wat de liefde eigenlijk is, dan zegt hij op verborgen manier, kijk, dat is eigenlijk God zelf. En je ziet het misschien niet, het is een beetje verkort, het is een beetje verborgen, maar het is eigenlijk God zelf. En als God hier aangeeft dat God alles verdraagt, alles gelooft en alles hoopt en alles volhardt, betekent dat dat God zo met ons omgaat. God verdraagt ons en hij draagt ons. God gelooft in ons. Dat wil niet zeggen als een soort afgod, zeg maar hij gelooft in jou dat jij zijn schepsel bent, mens bent. Hij hoopt altijd in elke situatie. Hij volhardt in alle situaties. Dat is wat liefde doet. En als die liefde in mijn hart gaat komen, en die liefde gaat in mijn hart werken, dan is het gevolg dat wij elkaar gaan liefhebben. Maar we doen dat nog onvolkomen. We schieten daarin nog tekort en daarmee bouwen als het ware een schuld op, zou je kunnen zeggen. En dan leert Jezus ons om elkaar op die manier te vergeven. Om elkaar schulden te vergeven. We zijn eigenlijk verschuldigd om elkaar lief te hebben omdat God ons lief heeft. En zoals God ons lief heeft, mogen wij elkaar daarin ook lief hebben. Johannes zegt dat ook. Laat de volgende dia maar zien. Dat is een bekend thema onder de apostelen. Als u de Bijbel leest, het Nieuwe Testament, en u ziet iets terugkomen bij de Evangelie, u ziet iets terugkomen bij de apostelen, bij Paulus en in dit geval dus ook bij Johannes, dan weet u, dat is een belangrijk thema. Er is veel over gepreekt, er is veel over gesproken in de eerste vroege kerk. Men had het daar vaak over, want je ziet dat terugkomen op de verschillende plekken. Nou, Johannes noemt het precies hetzelfde. Johannes, u ziet het op de muur staan, en Johannes 3 vers 16. Dat is leuk, hè? Want u kent Johannes 3 vers 16, maar dit is 1 Johannes 3 vers 16. Nou, het heeft alles met elkaar te maken. En dan zegt Johannes dit. Hieraan hebben wij de liefde gekend. Dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. Dus kijk eens, Johannes. Daarin hebben we nou de liefde gezien. Jezus gaf zijn leven voor ons. Ons discipelen, zegt Johannes. Nou, wij waren niet best als discipelen. De evangelie is daar. In een snoeihard over, dat is een verkeerde woord. Maar de evangelie is er heel eerlijk over. Hoe de discipelen ruzie maakten, kleingelovig waren. De heren op het laatst zelfs verloochenden. Noem al die dingen maar op. Maar Johannes zegt hier, moest kijken, hij heeft zijn leven voor ons gesteld. Nou, zegt Johannes. Dan zijn wij schuldigen, gebruikt hij weer hetzelfde woord. Hetzelfde woordje in het Grieks. Dan zijn wij schuldig, zegt Johannes, voor de broeders het leven te stellen. Oeh, maar dat gaat ver. Dus zoals Jezus zijn leven gesteld heeft voor ons, zegt Johannes, en daarna hebben we de liefde van God leren kennen, echt leren kennen, nou zegt Johannes, ja, op dezelfde manier eigenlijk zijn wij schuldig om zo het leven wat wij hebben ontvangen te stellen voor de ander. Dat kan dus zover zijn, zover gaan dat het je leven zelfs kost. Dat is liefde. Ah, dan schiet ik misschien toch nog wel een beetje tekort.
als christen, toch? Nou, ik weet het niet, maar als ik naar mezelf kijk, denk ik, nou, Tulner, ik weet het niet. Zo, en dan gaan we het even praktisch maken, zegt Johannes. Hè. Het moet niet abstract blijven met mooie woorden, maar Johannes gaat het even heel concreet maken. Dan zegt hij, nou, kijk, zegt hij, wie nu het goed van de wereld heeft, dus die financiële, praktische mogelijkheden heeft. En die ziet zijn broeder gebrek hebben. En hij sluit zijn hart toe voor hem. Ja, zegt Johannes, hoe blijft dan de liefde van God in hem? Dat gaat toch niet? Dus, mijn kinderkind, zegt Johannes, laat ons niet lief hebben met het woord, ook niet met de tong, mooi vroom praten en zo, et cetera, et cetera, maar met daad en waarheid. Dus de liefde uit zich ook heel praktisch. Dus als jij in een gemeente zit en je ziet een broeder of een zuster en die heeft gebrek, en jij hebt mogelijkheden, financieel, praktisch, verzin het maar, dan zegt Johannes, dan werkt die liefde zo dat jij je daarom bekommert, dat je daar iets aan doet. Zo werkt dat, zegt hij. En die ander heeft er misschien heel veel behoefte aan. En die voelt zich heel erg eenzaam, die voelt zich verdrietig. Misschien zit die ander ook wel in de schulden, financiële schulden. Kan, hè? Heel veel mensen tegenwoordig zitten ook financieel in de schulden. Dat is heel naar, dat is echt een hele nare situatie. Niet iedereen kan goed omgaan met geld. Ja, sommigen kunnen er ook niks aan doen in die zin. Die hebben daar gewoon ja, moeite mee. Dat zit niet helemaal in hun genen, maar even zo te noemen. Ja, dan zegt Johannes, dan is het wel de bedoeling dat je voor elkaar zorgt. Ik wil niet zeggen dat je geld moet gooien in een bodemloze put, maar dat betekent wel dat je elkaar helpt. Dat je naar elkaar omziet. Dat je elkaar liefde betoont. Daar zijn we schuldig in, zegt Johannes. Dat is onze schuld die we ten opzichte van elkaar hebben, omdat God ons zo heeft gered. Het werkt ook in een huwelijk. Nogmaals, ik laat gewoon wat voorbeelden zien vanochtend. Het volgende dia staat er al op. Ja, mannen, kijk. Alzo zijn de mannen schuldig, zegt Paulus hier, hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichaam. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Oh. Ik weet niet hoe vaak mijn vrouw bidt. Heren, ik vergeef mijn man maar, want hij staat diep in de schuld bij mij. Ja. Ik moet zeggen, ik heb wel wat schulden opgebouwd. In het begin van mijn huwelijk, ik ben getrouwd met Elise, u weet dat misschien wel. Getrouwd met Elise, al 29 jaar. Volgend jaar hopen we weer een jubileum te vieren, een 30-jarig huwelijk. Ik ga ervan uit dat we nog steeds bij elkaar zijn dan, dat het goed komt. maar mijn vrouw heeft zeker in het begin van onze relatie vaak het gevoel gehad, ik ben niet getrouwd met Ritske, maar ik ben getrouwd met de gemeente. En dat was heel pijnlijk voor haar. Want in de verkeringstijd, ik zeg het maar heel eerlijk, in de verkeringstijd, ik vond haar fantastisch, knappe vrouw, leuke vrouw, ik denk die wil ik hebben. Maar ik deed alles voor haar om ervoor te zorgen dat zij uiteindelijk ja zou zeggen. Als een soort paradijsvogel, zeg maar, allemaal van die mooie pasjes maken. En nou ja, dan hoop je uiteindelijk dat het vrouwtje ja zegt. En ze heeft ja gezegd. Ik heb er heel veel voor gedaan, ik heb mijn best gedaan. Maar de eerlijkheid gebiedt hier wel, en we moeten eerlijk zijn in de gemeente, dat we waren getrouwd. En eigenlijk voelde dat voor Elise zo van, nou, de buit is binnen voor mijn man, hij is getrouwd, hij heeft een vrouwtje, en dan gaat hij gewoon druk bezig met van alles en nog wat. Bijbelstudies geven, pastoraal werk doen, gemeentes helpen. Ik vloog overal in Nederland vloog ik heen, zeg maar, tot aan de grote rivieren goed toe, gaf ik bijbelstudies en dan ging ik preken, en nou, dan ben ik altijd op stap. Want ja, dat God roept mij, dus Gods koninkrijk. Nou, dat heb ik wel geweten op een gegeven moment. Er is een moment gekomen dat mijn vrouw op een gegeven moment zei, Rintke, als je zo doorgaat, ga ik bij je weg. Huh? Wat dan? Ja, maar je ziet me niet staan. Je ziet me niet staan. En dat geeft bij mij zo'n leeg gevoel, zo'n eenzaamheid. Je bent altijd bezig met anderen, maar je bent nooit bezig met mij en voor mij. Zo voelt dat voor mij. Oeh, dat was wel een wake-up call voor mij. Dus ja, als Paulus hier zegt, wij mannen zijn schuldig om onze vrouwen lief te hebben. Ik had een schuld, een behoorlijke schuld opgebouwd ten opzichte van Elise. Dan heb ik gelukkig een hele gelovige vrouw, een diep gelovige vrouw die de Heer lief heeft en kent, waardoor zij mij vergeven heeft. Ze heeft die schulden, heeft zij mij vergeven. Maar deze tekst is wel voor mij gaan leven. En misschien geldt dat ook wel in jullie huwelijk. Het zou maar zo kunnen. Dat je herkent in het verhaal dat ik nu vertel. Mannen, zegt Paulus, zijn zo schuldig hun vrouwen lief te hebben,
als hun eigen lichamen. Nou ja, je zorgt over het algemeen best wel goed voor je eigen lichaam. Je stopt altijd eten in en drinken in. En je doet er mooie kleren aan als het een beetje mee zit. En je was jezelf en je verzorgt jezelf, et cetera, et cetera. Dat doen we allemaal voor onze lichaam. Maar doen we dat ook voor onze vrouwen? Dat is de vraag. Dat is echt de vraag. En doe je haar recht? En koester je haar? En heb je haar echt lief met de liefde van God? Of heb je ondertussen enorme schuld opgebouwd ten opzichte van haar? In de Korinthebrief, u ziet diezelfde tekst eronder staan, op dezelfde dia, gaat over seksualiteit. En ook daarin komt het woordje schuld komt naar voren. Dan zegt Paulus, en een man moet tegenover zijn vrouw zijn verplichting nakomen. Dat zegt de nieuwere vertaling. Ik heb er tussen haakjes even bijgezet, hetzelfde woordje in het Grieks. Nee, schuldig. Als je nou een oude Statenvertaling hebt, dan ziet u dat het woordje schuldig nog staat. Een man moet dus tegenover zijn vrouw zijn verplichting nakomen. En een vrouw moet dat ook tegenover haar man. Een vrouw beschikt niet zelf over haar lichaam, maar haar man. Een vrouw is dus niet baas in eigen buik. Maar ja, de zin gaat wel verder, hè. Er staat namelijk. En ook een man beschikt niet zelf over zijn lichaam, maar zijn vrouw. Dus ook een man is niet baas in eigen buik. En wat leer ik de bruidspaar altijd? En ik heb het hier ooit wel eens even verteld, maar dan sloffen we het er eventjes af. Na vrijdagmiddag gebeurde dat ook weer. Dan stond ik in een grote kerk, prachtige oude kerk, in Dokkum was dat. We hadden een bruiloft. En op het moment dat je ja zegt voor Gods aangezicht, ik stel bruidspaar vragen en dan staan ze tegenover elkaar, ze hebben elkaar de rechterhand gegeven, zeg maar. En dan, ik zeg altijd, kijk elkaar aan, kijk elkaar goed aan, in de ogen zeg ik altijd. En dan stel ik vragen, op het moment dat je ja hebt gezegd, dan gebeurt er iets. Wat gebeurt er op dat moment? De vrouw geeft de beschikking over haar eigen lichaam, geeft zij aan haar man. En andersom, de man die geeft op dat moment de beschikking over zijn eigen lichaam, geeft hij aan zijn vrouw. Dus de man is niet de baas over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. En de vrouw is niet de baas over haar lichaam, maar haar man is dat. En als vrouwen in onze tijd zeggen, maar ik ben baas in eigen buik, dan zeggen ze dat ten diepste, omdat de mannen die zij hebben ontmoet, of de mannen die hun partner zijn, niet goed hebben gezorgd in alle liefde voor de lichamen van hun vrouw. Want dan gaat de vrouw op een gegeven moment zeggen, maar ik ben baas in eigen buik. Want ja, man, die kerel, die hoef ik niet. Ik heb geen goede kerel, die laat ik echt niet de baas zijn over mijn eigen lichaam. En dat gaat fout, dat gaat mis. Daar zit hij ten diepste, hè. Daar zit hij ten diepste. En in de context van 1 Korinthe 7 gaat het over seks, seksualiteit. En het vers daarvoor spreekt Paulus over hoererijen. En in Korinthe speelde dat. Dan had je talloze prostituees, had je daar, had talloze tempeltjes. En je kon dat te kust en te keur. Had je zin in seks? Nou, je hoefde de straat maar, de hoek maar om, zeg maar, en je kon aan je gerieven komen. En Paulus zegt, huwelijk is een remedie tegen al dat soort hoererijen, zegt hij. En verleidingen. En dus, zegt hij, in die context is het belangrijk dat je in je huwelijk je schuld, om het zo even te zeggen, nakomt, vervult. Wat betekent dat dan? Nou, als je getrouwd bent, dan heb je de verantwoordelijkheid voor het lichaam van je vrouw. En je vrouw wil graag gekoesterd worden, gestreeld worden, heeft een bepaalde seksuele behoefte. Jij als man hebt dat ook. En als jij als man zorgt voor het lichaam van je vrouw, en je zorgt ervoor op seksueel gebied dat ze aan haar gerieven komt, om het maar even zo te zeggen. Hè? Je moet het een beetje netjes houden vanmorgen. Ja? En andersom, dat de vrouw ervoor zorgt dat de man op seksueel gebied ook aan zijn gerieven komt, om het maar even zo te zeggen. Dus je bent niet gericht op jezelf, maar je zorgt voor de ander. Wat het verschil is tussen lust en liefde. In heel veel huwelijken is de seks lust. En wil een man, ik zeg het maar even heel duidelijk, hè, wil een man gewoon klaarkomen. En dat is het dan. Ja? En klaar, dan draait hij zich om en hij gaat slapen. Maar dat is niet het zorgen voor het lichaam van je vrouw. En Paulus zegt, je hebt een schuld. Je bent verschuldigd nu in je huwelijk om te zorgen voor het lichaam van je vrouw. En je bent verschuldigd in je huwelijk om te zorgen voor het lichaam van je man. Dat is liefde. En lust is altijd gericht op jezelf.
Vandaar ook het woordje hoererij, waar Paulus het over spreekt, ik moet het thuis even nalezen. In het Grieks is het woordje porneia, porno. Porno heeft alles te maken met lust. Maar het heeft niets te maken met liefde. En de pest van onze tijd is dat we de porno en de pornografie en alles zo ontzettend makkelijk binnen kunnen halen. Vroeger moest je nog naar een winkel toe om een seksboekje te komen. Tegenwoordig druk je op je mobiel of op je telefoon, of nee, dat is ook telefoon, of op je computer. Ja, en je hebt het binnen. Je hebt het zo binnen. Het is een pest. Het is een pest omdat je gedachten misvormt en je aanzet tot lust. In plaats van dat je je bemoedigt om lief te hebben. Dus in een huwelijk kun je een schuld hebben ten opzichte van elkaar als jij de ander niet behaagt en de ander niet op seksueel gebied tot zijn of haar recht laat komen. Dat is het mooie van man en vrouw. Maar dat betekent dus ook dat je dit ook nooit zomaar aan kinderen kunt geven, om het maar even zo te zeggen. Kinderen beseffen dit nog niet. Al Genesis 2 zegt al, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en dan pas dan zullen die twee één zijn. Dat is een hele duidelijke volgorde. Want een man moet bewust zijn, verantwoordelijk zijn, die moet in staat zijn om los te komen van huid en min, om echt te kiezen voor zijn vrouw, maar ook echt bewust de keus te maken, dan sta je daar in die kerk om te zeggen ja, want vanaf dat moment heb je een enorme verantwoordelijkheid, want je krijgt in één keer de verantwoordelijkheid voor het lichaam van je vrouw. Oh, ja, en daar moet ik nu voor zorgen. Lieve help, hoe doe ik dat? En andersom ook de vrouw moet een mate van volwassenheid hebben om in één keer te kunnen zorgen voor het lichaam van haar man. Hoe doe ik dat in vredesnaam? Want een man is zo anders dan ik als vrouw ben. Mannen komen van Venus of Mars, ik weet niet precies waar ze allemaal vandaan komen. En de vrouwen komen ergens anders vandaan, hè? Zo zegt ze het dan. Hoe doe ik dat? En dan zie je dat er moet een mate van volwassenheid in zitten. Van verantwoordelijkheid moet erin zitten om goed om te kunnen gaan met elkaars lichaam en daarmee ook goed om te kunnen gaan met seks. Sorry dat ik het zo duidelijk zeg, maar de kerk, ik doe het bewust, want als wij het niet doen, doet de wereld dat en ik weet wel hoe de wereld het doet. Toch? En de wereld doet het heel duidelijk en heel plat. Dat kun je op internet zien. Dat is gewoon een hele platte boodschap van de wereld. Heb seks, ontdek het en weet ik wat allemaal. Maar in de kerk moeten we ook duidelijk zijn. En in de kerk hebben we de boodschap van liefde. En van verantwoordelijkheid. En dat de seks kan plaatsvinden in een veilige, omschermde omgeving. Een besloten hof, zegt Hooglied. En binnen dat besloten hof hebben we elkaar lief. Dat is de schuld, als het ware, die ik heb ten opzichte van elkaar. Op een positieve manier. En laat ik dat nadenken heb, dan bouw ik die schuld dus op. Dan geef ik dus niet die liefde die mijn vrouw eigenlijk nodig heeft. Nou, dat is best veel. Dus als ik bid aan de Heer, God, Heer, vergeef mijn schuld zoals ik mijn schuldenaren vergeef. Nou, dan kan het zijn dat je dus daarmee je vrouw of man in gedachten hebt. Misschien voel je wel heel erg eenzaam in je huwelijk. Misschien voel je wel heel erg tekort gedaan in je huwelijk. En is het maar magertjes en armoedig en lauw en weet ik wat allemaal. Dan is er een schuld. En de Heer leert ons om dan wel elkaar te vergeven. Ook al heb je een schuld. Dat wil niet zeggen dat je daarmee bent. Hè? Dan is het juist goed om er uiteindelijk over te praten en ook iets aan te doen. Maar dan begint het wel. Dan begint met bewustwording. We hebben een schuld en we zijn verschuldigd om iets te doen. En dat geldt dus ook in het bijzonder in een huwelijk. Een heel ander voorbeeld. Ja, hier zou je heel lang over kunnen preken, over het huwelijk en de seksualiteit. Misschien moet Gerrit dat dan weer doen. Ik zal het tegen hem zeggen. De volgende, Romeinen 15. Ja, ik ga daar snel doorheen vanwege de tijd, anders is het te laat. En u weet, ik ben een man van korte preken. Romeinen, hoofdstuk 15, vers 1. Gelukkig niet. Hoofdstuk 15, vers 1. Een heel ander aspect weer. Dan zegt Paulus dit, en hij zegt, maar wij, zegt hij dan, die sterk zijn, sterk in geloof, wij zijn schuldig, dan komt hij weer, hè, wij zijn schuldig de zwakheden van de onsterken te dragen en niet onszelf te behagen. Dat heeft onder andere te maken met een discussie over voedsel en de Sabbatsviering, Romeinen 14, je moet het thuis maar even nalezen. Er waren mensen in de gemeente, met name uit de Joodse afkomst, achtergrond, die zeiden, ja, maar we hebben wel de spijswetten en de reinheidswetten, dus we kunnen geen varkensvlees eten. Oh, belachelijk, zeiden de heidense christen.
We zijn vrij. We zijn vrij in Christus, we mogen alles eten. Dus kom op met dat varken. Ja? Ja, nee, maar ik chargeer even. Maar zo werd het bijna wel gezegd, gezien de gevoeligheden die daar speelden. En de Joden zeiden, ja, maar de Sabbat is heel belangrijk, want die hebben al generaties lang houden wij de Sabbat. En jullie heidense christenen houden de Sabbat niet, dat kan eigenlijk niet. Jullie moeten ook de Sabbat gaan houden. Dus niet werken, niks doen op de Sabbat en zo doe je dat. Nee, zeiden de heidense christenen, wij zijn vrij, wij leven niet meer onder de wet. En de Sabbat is voor jullie, maar elke dag is nu een Sabbat, elke dag eren wij de Heer, dus wij gaan het niet meer vastpinnen op één dag. Dat gaf strijd. Zoveel strijd dat de gemeente op dat punt dreigde te splitsen. Nou ja, daar kunnen we wel over meepraten. Het begint maar eens over corona en vaccinaties en weet ik wat allemaal. Nou, voor je het weet, bam, heb je de zaak ook weer in onstuur. Hoe zeg je dat? Onrustig. En dan zegt Paulus, oké, je kunt het geestelijke inzicht hebben als vrije christen. Niet meer onder de wet. Je bent vrijgekocht. Maar dat betekent dat jij schuld hebt om de zwakheden van de onsterke te dragen. Dus als je mensen in de gemeente hebt die zeggen, ja, maar dat vind ik heel belangrijk, dat moet ik toch wel doen. Nou, zegt Paulus, dat maakt daar geen strijdpunt van. Verdraag dat, draag elkaar in dat opzicht. Dan moet je het altijd op scherp stellen, ook al zie je dat vanuit Gods woord misschien anders. En dan heb je ook geleerd om daar vrijer mee om te gaan. Maar als anderen dat nog niet zo zien, dan moet je elkaar niet op vastpinnen. En dan moet je op veroordelen, dan moet je dat dragen, zegt Paulus. Dat is een schuld, we zijn verschuldigd om dat te doen. En dat geldt, ook weer een heel ander voorbeeld, ook op financieel opzicht. Maar in hetzelfde hoofdstuk 15, heeft hij nog een keertje over schulden, dan gaat het over geld geven. Want dan zegt hij, Macedonië, nou ga je, kunt op de muur lezen, hebben wij voor de armen, namelijk de armen in Jeruzalem, de Joodse arme christenen, hebben we een collecte gehouden. Ze hebben daartoe vrijwillig besloten. Maar, zegt hij, nou komt hij, ze staan dan ook bij hen in de schuld. Oh, wat dan? Want, zegt Paulus, omdat zij, afkomstig uit andere volken, deel hebben gekregen aan de geestelijke rijkdommen van de heiligen in Jeruzalem. Zijn zij op hun beurt verplicht, Griekse woordjes weer, verschuldigd, hen in materiële zaken bij te staan. Dus de gemeentes in Macedonië, Achaïa, Griekenland, zeg maar, hen die hoeken allemaal, die hebben het evangelie gekregen. Van wie hebben ze het evangelie gekregen? Dat was allemaal van Joden. Die Paulus was ook een Jood. En Petrus was ook een Jood. Dus het evangelie is door hen gebracht. Nou zegt Paulus, dat bouwt een schuld op. Dus als je ziet dat de mensen in Jeruzalem arm zijn, of in honger lijden, of weet ik wat voor zaken allemaal, dan heb jij een morele verplichting, een morele schuld, om hen financieel, materieel, bij te staan. Zo werkt dat, tot op de dag van vandaag eigenlijk. Want wij zijn dankzij de Joden, hebben wij de evangelie gekregen. Dus bidden we voor hen, maar staan we hen als het goed is ook materieel bij, als het nodig is. Nou, doen we dat allemaal? Weet ik niet. Dat weet ik niet of we dat allemaal op die manier doen. Maar dat betekent dus wel, als de Heer ons leert en vergeeft ons onze schulden, dat ik misschien wel in heel veel dingen tekort schiet. Eigenlijk heel veel schulden heb. Ten opzichte van God. Want God verwacht van mij dat ik lief heb. Dat ik voor mijn vrouw zorg. Dat ik haar omgeef met aandacht en met zorgvuldigheid. Dat ik de zwakheden van mijn onsterke draag in een gemeente. Dat ik echt liefde betoon zoals het in 1 Korinthe 13 staat. En dan noem al die dingen maar op. En de volgende dia, dan zegt Jezus dat zelf nog een keer. Want dat is in het bekende voetwassingsverhaal. Dan zegt Jezus, Johannes 13, indien dan ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig, zegt hij, elkaars voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, op dat gelijk ook u, gelijk ik u gedaan heb, gij ook doet. Voorwaar zeg ik u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer, nog een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Dus zoals ik de voeten was, nee, dat zeg ik fout. Zoals Jezus de voeten waste van zijn discipelen, zo behoren de discipelen de voeten te wassen van elkaar. Dat doen wij hier in de gemeente als het goed is ook. Misschien niet letterlijk, maar betekent wel dat wat we hebben opgelopen in de wereld aan stof, laat ik het zo maar zeggen, wat we aan stof hebben meegenomen, waardoor we vies zijn geworden, dat we elkaar daarin helpen, wassen, ondersteunen, begeleiden, zorg dragen, zodat we loskomen van het stof van de wereld. Qua denken, qua opvattingen of qua zonden wat we hebben gedaan. Dat we op die manier elkaar helpen
en er voor elkaar zijn. Dat ben je verschuldigd, zegt Jezus. Want dit heb ik ook bij jullie gedaan. Zo moet je dat ook bij elkaar doen. De laatste. Laatste dia. Dan zegt Paulus, zo ervaart hij dat ook in de Thessalonicenzenbrief. Dan zegt hij, wij zijn schuldig God ten allen tijd te danken over u. Broeders, gelijkbillig is. Omdat uw geloof zeer opwast en dat de liefde van ieder van u allen jegens elkaar overvloedig wordt. We zijn schuldig. Ook in het tweede hoofdstuk zegt hij dat. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die door de Heere bemind zijn. Dat u God van het begin verhoor heeft tot zaligheid, nou, enzovoort. We zijn schuldig God te danken. Nou, allemaal voorbeelden die ik je vanmorgen heb laten zien waarin het woordje schuldig staan staat. Dan zou je misschien denken, nou, dank je wel, want ik voelde me al schuldig aan het begin van de preek. En nou is er alleen maar meer bijgekomen. Ja. Maar het beseft ook dat de lat in die zin hoog ligt. Maar dat God ook tegelijkertijd de kracht en de liefde ervoor geeft. En dat moet je niet vergeten. Want je kunt hierdoor, ook door deze prediking, kun je wegzakken, zeg maar, in een deprimerend gevoel van, ja, hier voldoe ik dus niet aan. Ik ben een gigantische schuldenaar eigenlijk. Ik sta vreselijk in de schuld bij de ander, bij iemand hier in de gemeente, of bij mijn vrouw of man, of bij mijn kinderen. Ik sta vreselijk in de schuld. En daarmee sta ik dus ook in schuld bij God. En ja, zeg het maar. Maar God geeft door de Heilige Geest zijn liefde. God geeft door de Heilige Geest kracht. En die kracht en die liefde is zo sterk dat hij jou leert en stimuleert om op die manier elkaar lief te hebben. Maar het leert je ook om nederig te zijn. In het besef dat wat, als jij iets mist bij een ander, wat een ander bij jou niet goed heeft gedaan, die dus in feite een schuldenaar is ten opzichte van jou, om die te vergeven. Maar jij hebt ook schulden ten opzichte van God, omdat je nog niet leeft zoals een christen eigenlijk volledig zou moeten leven. Maar dan kun je bidden van, Heere, help mij. Dat kwam vanmorgen prachtig in de zangdienst naar voren. Ik kan het niet, Heer. Ik heb u nodig. En toen ik deze preek aan het voorbereiden was, of nou het huwelijk ging, of over het liefhebben van mij ten opzichte van mijn broeders en zusters, bij ons in de gemeente, of ten opzichte van jullie, dan besef ik, Ritske, ik schiet ook tekort. Heere, help mij. Ik schiet tekort. Maar, en dan ben ik zo ontzettend dankbaar dat ik niet weg hoef te zakken in een deprimerend gevoel van, oh, ik schiet tekort en het wordt ook nooit wat. Maar dat ik vanuit dat gevoel me mag vastklampen aan Jezus en zeggen, Heere, u kent mij. U weet wie ik ben. En ik dank u uit de grond van mijn hart, Heer, dat u mij gekocht en betaald hebt. Dat ik uw kind ben geworden. Dat de Heilige Geest in mijn leven is geworden. Heer, ik smeek en bid u. Wilt u de Heilige Geest in mij laten groeien en bloeien. Zodat ik ga leren om mijn vrouw, mijn kinderen, mijn broeders en zusters, maar ook de mensen daarbuiten, lief te hebben met de liefde van u. En Heer, hier ben ik. Vul mij. Kneed mij. Vorm mij, Heer. Omdat ik op u mag lijken. En ik dank u, Heer, dat ik mezelf niet eens kan veranderen in dat opzicht. Maar dat ik mij mag overgeven aan uw genadevolle handen. En daarop op u mag vertrouwen. En dat geeft zo'n ontzettend bemoedigend gevoel. Dat geeft zo'n rust ook in mijn eigen hart. En als ik nou terugkijk, ik ben 55 jaar, ik loop al heel lang met de Heer mee. Ik kan alleen maar zeggen dat de Heer al lang met mij bezig is geweest. Ook van de week ontdek ik daar weer het een en ander over. En ik ga u later vertellen wat het is. Dat mag ik nu nog niet vertellen. Iets moois, maar dat komt nog wel. Maar dan ontdek ik, Heer, u bent al zo lang met mij bezig geweest. En ik heb dat helemaal niet doorgehad. U bent al zo lang in mijn leven bezig geweest. U bent mij aan het kneden en vormen geweest. En nu kom ik straks weer in zo'n situatie. En u bent erbij, Heer. Ah, dank u wel. Terwijl ik zo tekort schiet, Heer. Want dan bent u een genade God. Dat u mij lief hebt, ondanks mijn tekortkomingen. En help mij dan ook mild te zijn naar die anderen die tekort zijn geschoten ten opzichte van mij. En dat zijn er velen geweest. Maar wat ben ik ook vaak tekort geschoten ten opzichte van hen en die anderen. Nou ja, dan is inderdaad nederigheid het enige wat je kunt doen. En zeg, Heere, hier sta ik. Help mij de ander te vergeven, maar help mij ook om die ander lief te hebben met de liefde van u. En zorg te dragen. En dat mijn hart wat ruimer gaat worden als mensen het moeilijk hebben. En dat ik niet een oordeel daarover heb. Maar gewoon een ruim hart van liefde. Zonder veroordeling, zonder wantrouwen, zonder negativiteit. Maar gewoon liefhebben. Heerlijk. Dat is toch fijn als je dat soort mensen in je buurt hebt, toch?
Ik vind het heel erg fijn dat je mensen in je buurt hebt die zonder wantrouwen en zonder veroordeling met liefde jou tegemoet treden. Jou opvangen, jou begeleiden, ondersteunen of wat je ook maar nodig hebt. Want zo is onze God. En onze God verdraagt alle dingen. Hij gelooft alle dingen. Hij hoopt alle dingen. En hij volhardt in alle dingen, want de liefde vergaat nooit. Amen. Amen. Ik wil jullie graag volgaan in gebed. Vader in de hemel, dank u wel. Heere, dat u zo goed bent voor ons. Heere, dat u zoveel liefde hebt. U had dat, u hebt dat en u zult het hebben, Heer, want u bent liefde. En liefde vergaat niet. Heer, dank u wel dat u ons gekocht en betaald hebt met die liefde. In uw Zoon, Jezus Christus. Die zijn leven voor ons gesteld heeft. Ja, Heer, dan kan het niet anders dan dat wij elkaar ook lief hebben. Echt met de liefde van u. En ik dank u, Heer, dat u met de Heilige Geest de liefde hebt uitgestort in onze harten. Leer ons, Heer, dan ook op die manier zo met elkaar om te gaan. Heer, we zijn schuldig om elkaar lief te hebben, zegt Paulus. En Johannes zegt dat ook. We zijn schuldig, Heer, om elkaar te dragen als het even moeilijk is. Voor elkaar te zorgen. We zijn schuldig, Heer, om heel goed voor onze man of vrouw te zorgen in het huwelijk. We zijn schuldig, Heer, om elkaars voeten te wassen. En ik dank u, Heer, dat u ons daarin helpt en de krachten voor geeft om dat te doen. Zegen daarmee ook deze gemeente in Elim, Heer. Zegen hen. Vul hun harten, Heer, met uw liefde en maak hun harten ruim. Heel ruim, Heer. Zodat ook de mensen hier in deze omgeving, ook straks als er weer de evangelisatiedienst is, eind oktober. Heer, dat ook de mensen hier in deze omgeving mogen zien en mogen proeven van, hé, hier is liefde. En die liefde is Jezus. En die liefde krijgt handen en voeten in Elim. Heer, help ons om ons schuldgevoel, om daar op een goede manier mee om te gaan. Soms is schuldgevoel goed, Heer. Als we ons schuldig voelen over iets wat we terecht hebben nagelaten of verkeerd hebben gedaan. En soms voelen we ons ook schuldig, Heer, over iets wat u al lang vergeven hebt en wat weggedaan is. Help ons om daarin het goede onderscheid te krijgen en ook op een goede manier daarin met onszelf om te gaan, Heer. Help ons om onze schuldenaren te vergeven. En wilt u op dezelfde manier zoals wij onze schuldenaren vergeven, ook ons vergeven, Heer. En als het moeilijk is en als het pijnlijk is, Heer, wilt u dan die reis met ons aangaan, stap voor stap. Om te komen tot het vergeven van onze schuldenaren. Heer, en u werkt niet met geweld. U klopt op de deur. En u wilt graag samen met ons die reis en dat proces aangaan. Met olie en met wijn. Verzachtend en soms is het ook even scherp. Heer, hier zijn we. Als Elim gemeente, Heer, en we verlangen ernaar om in die liefde te groeien. Vul ons, Heer, vorm ons en kneed ons naar het beeld van Jezus Christus. Heer, zo bidden we voor elkaar, voor de huwelijken, voor de kinderen, voor de tieners, voor de eenzamen, de alleenstaanden. We bidden voor de leiding van de gemeente. Heer, we dragen ze allemaal op aan uw liefdevolle armen. Heer, we bidden voor Israël. Ach, Heer, wat een spanning daar steeds, Heer. Of het nou Gaza is, of Hezbollah, of Libanon, Heer, het broeit aan alle kanten. Het is uw volk, Heer. Het is uw volk. Daarom bidden we voor hen, Heer. We bidden uw zegen over hen, Heer. En dat ze uiteindelijk niet zullen vertrouwen op hun wapens en op hun slimheid, Heer. Maar ten diepste zullen vertrouwen op u. Want u bent hun maker, hun schepper, hun formeerder. Heer, maar we bidden net zo goed voor de Palestijnen. En voor de Arabieren. En voor Hezbollah. En voor Hamas. En voor Fatah. En noem al die groeperingen maar op, Heer. Dat ze tot bekering zullen komen. En het licht zullen zien in Jezus Christus, Heer. Want ook zij zijn schepselen van u. Heer, we bidden voor Oekraïne en de ellende die daar maar doorgaat. Heer, zinloos, waanzinnig, Heer, het is absurd. Geef, Heer, dat uw geest zo zal werken in de beleidsvoerders en in de regeringen, dat ze andere besluiten zullen nemen en er vrede zal komen.
bid het ook voor ons eigen land, Heer. Het kabinet wat we nu hebben. Heren, we zien het aan, maar we bidden voor hen. Dat zij vervuld mogen worden met wijsheid vanuit de Bijbel. En de juiste beslissingen zullen nemen die goed zijn voor het volk. En tot eer van uw naam. Heer, ik dank u voor Priscilla, dat zij vanochtend hier verteld heeft. Dat er zijn allerlei onderzoeken geweest en ze heeft geen last meer op dit moment van haar mond. Ik dank u daarvoor, Heer, we hebben daarvoor gebeden. En wilt u het goede werk wat u in haar bent begonnen, Heer, verder voleindigen en verder voltooien. Ik dank u voor Ian, Heer, die nu in het buitenland zit. Zijn opleiding heeft hij afgenomen. U hebt hem daarin gezegend. Dank u wel, Heer. Heer, we danken u voor Minke. Ook voor haar hebben we de vorige keer gebeden. Ze heeft het moeilijk, Heer. Ze heeft pijn. De operatie is gelukt. En we bidden ook uw zegen over haar verdere leven. In de wetenschap dat u ook bij haar betrokken bent. Heer, zo danken wij u, Heer. Wat kunnen we anders doen dan alleen maar u danken. U loven en prijzen voor uw goedheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie enige God, wij aanbidden u. Wij eren u, wij prijzen u. Tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Amen. Amen. Amen.